Je bent zenuwachtig. Ja. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben met Isa. Hi. En Isa en ik gaan vandaag samen een video voor jullie opnemen. Ik had in mijn Instagram story gevraagd of jullie leuke vragen hadden. Het idee was eigenlijk om ook Amerikaanse snoep er een beetje bij te hebben om dat te proeven en te eten. Nou, dat hebben we niet. Maar ik heb wel allemaal kruidnoten in verschillende smaken. Dus we gaan ook proeven en dan... Mag Isa raden welke smaak het zijn? Laten we maar beginnen met een vraag. Is goed. Die iedereen stelde. Wat zijn jullie van elkaar? Oké. Iedereen zei, wat zijn jullie eigenlijk van elkaar? Zijn jullie vriendinnen? Of? Nee, wij zijn nichtjes. Nichtjes, ja. Isa, haar moeder, is de zus van mijn vader. Dus ook gewoon niet achternichtjes of zo. Gewoon echt, nee, echt nichtjes. Nichtjes. Ik woon hier tegenover. Dus. Ja, dit was mijn oude huis. Dus nu bij mijn vader te filmen. Oké, wacht. We gaan er even... Ik heb zoveel te gek. We gaan straks ook uit eten. Dus eerst wilde ik McDonald's halen. En dan gaan we gewoon lekker McDonald's eten. Maar we gaan over letterlijk anderhalf uur uit eten. Ja. Dus ik denk niet dat we dan maar heel blij met ons zijn. Als we dan al helemaal de achterover hebben. Heb je dit wel eens gegeten? Ik ga het weten. Deze kruid van de Hema. Ja. Nee. Met die smaakje. Dus nee, je weet nog niet welke het kan zijn. Nee, ik heb alleen zeg maar vriendinnen van mij die eten heel vaak het gevoel. Weet je wel. Oh, die hebben we wel. Maar die bij de Albert Heijn vind ik ook heel lekker. Het ziet er wel apart uit hoor. Weet je waar we aan moeten denken? Aan die jellybeans met die vieze smaak. Oh ja. Maar dit is wel koffie. Of niet? Nee. Karamel? Ik proef het niet echt, maar... Het smaakt naar koffie. Nog één kans heb je. Wil je nog eentje proeven? Zeker ja. Dat je wel goed geproefd hebt. Ze zijn wel lekker. Ja, ze zijn wel lekker. Ik denk niet dat je dit gaat raden. Ik proef echt koffie. Stroopwafel. Nee, niet met karamel erin of zo. Nou, in stroopwafels heb je natuurlijk wel meer karamel of zo. Of nee, niet karamel, stroop. Wat is het nou? Stroop zit erin. Smaakt naar karamel zeezout. Ook wel een beetje. Ja, hè? Ik vind niet naar stroopwafel pakken. Nee. Is je niet een beetje overbelicht? Nee, dat is wel goed. Jij hebt natuurlijk ook je bril niet, dus jij kan het niet zien. Oké, ik ga er even een vraag bij pakken. Vind je dat jullie veel van elkaar verschillen? Nou, ik denk dat toen ik 16 was... Dat ik echt precies hetzelfde als jou. Ja? Ja, dat denk ik wel echt. Nou, georganiseerd ook. Ja, ja, ook wel gewoon rustig, maar met vriendinnen ook wel gewoon gek. Ja. En zeg maar, je vindt feestjes wel leuk, maar avondje thuis zit vind je ook niet. Dat denk ik zeker niet echt. Ja, dus dat heb ik ook. Ik denk dat we nog steeds wel een beetje zijn wel, ook als we bijvoorbeeld op vakantie zijn en jij doet iets of zo en dan zegt je moeder ook van... Het is allemaal van jou, hè? Ja. Dat is echt zo. Ja, ook als ik honger heb of zo. Ja. Nou, niet zoals Fleur. Nee. Ik heb gewoon altijd, als ik trek heb, word ik gewoon chagrijnig. Gewoon echt, niemand kan wat ja, zeggen. Je lijkt Fleur wel. Ja, en jij hebt dat ook. Ja, ik denk wel dat we ja. Elkaar lijken. Gewoon in, ja, dat soort dingen. Ook gewoon doordrammen. En... Ja. Wat is je grootste blunder? Ik weet dat niet van jou hoor. Oh. Ik ben weggegaan. Ja, dat nou, volleybal inderdaad. Dus ik was aan het volleyballen gewoon. En ik volleybal bij Velo. En dus ik ga zo zeg maar iets heel moeilijk om uit te leggen. Als je het niet speelt. Dus ik loop zeg maar naar het net om zeg maar een soort van aan te vallen of te blokken. Dus er gaat zo'n meisje uit mijn team naast mij. Die botst zeg maar tegen me aan, waardoor ik echt vol op de grond weer. Maar echt enkel banden daaraan. Ik huilend van het veld gehaald. Ik schaamde me kapot, maar het deed zo pijn. Dus, maar ook op school, als ik een keer mijn moeder met een trui aan. Sorry mam. Maar dat weet zij niet. Dus ze gaat dit sowieso kijken. Ja. Dus ik had mijn moeder met een trui aan. Dus ik reis naar school. Dus ik kom op school. Ik zit in een les, geschiedenis. En Amber zit achter mij, een vriendin van mij. En die zegt echt vol door de klas, terwijl het echt muisstil is. Je hebt vogel pop op je witte trui. Dus ik zit er echt zo van. Kan je mond houden? Ik zit er echt zo van. Oh nee, doe dit. Dus ik ren dat lokaal uit met een andere vriendin. En naar de wc. Op snel afspoor, maar het ging er maar niet uit. Dus ik heb de hele dag rondgelopen. Met vogel pop op je trui. Maar wel nu stiekem in de wasmachine gestopt en toen ging ik daar. Ze heeft het nooit gezien. Nou, wanneer is dit? Hoe lang is dit geleden? Klein jaartje. Ze gaat sowieso dit kijken. En sowieso zeggen, ja, ik weet niet wat ze zeggen. Nou, stel als je het hoort. Ik zou je witte trui kopen. Ja, dat is roze ook. Ja.
suikerspul en zo. Ik zeg niks. En mijn grootste blunder. Ik weet nog wel een keertje. Toen moest ik in de. Ah, wat echt. 3 seconden speelde ik in de videoclip van Meisje Vriend. Oh, dat weet ik nog! Ja, dat weet ik nog! Nou, ik speelde daar in 3 seconden in. We hebben echt de hele dag voor daar op die set. Dat was echt onzin. En, ja, sorry. Ja. En toen gingen al die jongens, de sirenen en zo, gingen zich aan iedereen voorstellen. En ik zat al helemaal zo te wiebelen op mijn show, want ik was echt fan van hem. En vooral van Rijn. En toen kwamen ze zich zo voorzetten en toen flikkerde ik zo op die stoel af. Toen had hij zo naar een toe gegeven. Dat was zo gênant. Dat was echt zo gênant. Oké, goed maar. Oké. Wow. Ik hoef niks. Wow. Heb je corona? Nee. Als het goed is niet. Nou, we vinden nou niet een hele duidelijke smaak. Witte chocola, proef ik eigenlijk. Oké, ik geef je een hint. Het is een soort taartachtig iets, gebakje. Roze. Ja, een roze gebakje. Je kan het ook bij de Hema kopen, tompoes. Ja. Ik vind het niet naar de tompoes smaak. Ik ook niet. Okay, ik heb van hier even. Nou ja, nu het zegt. Ja? Ja. Nou, ik vind het wel meevallen. Hoe maakt jullie die een snelle studiekeus? Dus je... Nou, trouwens, hier zou je nog geen studiekeus hoeven maken. Ik zit nog op de middelbare school. Maar hoe was jij je studiekeuze? Nou, ik wilde eigenlijk altijd als schoonspecialist worden, omdat ik dat bij Laura altijd zag en dat vond ik leuk. En toen deed ik die opleiding, dacht ik, nee, dit is niet meer. Maar ik heb het wel gewoon afgemaakt, want ik dacht, ja, het was gewoon een hele simpele opleiding. En dan heb je gewoon een papiertje. Maar nou, door stage kwam het wel dat ik dacht, nee, dat ga ik echt niet doen. Ik vond stage zo... Ik weet nog, dat je heel lang toch nog. Ja. Wat zouden jullie nog willen doen in het leven? Ik zou nog wel veel reizen willen maken. Ja, ik ook. Want we gaan letterlijk ieder jaar naar Italië. Ja, heel leuk is. Ieder jaar naar Italië. Maar, inderdaad. Maar ja, ik ga in januari tot maart ga ik met speciale organisatie ga ik naar Noorwegen. Dus dat wil ik echt heel graag doen. Ik hoop echt dat dat doorgaat door corona en zo. Want nu zeker met die lockdown nu. Oh ja! Maar ja, ik hoop natuurlijk. Ik heb nog niks gehoord. Nee, dus, want over reizen hebben ze ook nog niks gezegd, in principe. Nee, en in principe mag ik nu ook gewoon zeg maar daarheen. Want ze zeggen gevaccineerden kunnen gewoon naar. Over reizen zijn we niet gezegd van blijf thuis, volgens mij. Nee, volgens mij alleen blijf thuis werken. Ja, maar niet. Ja, volgens mij ook niet. Dus ik heb daar heel veel zin in. En verder wil ik nog echt heel graag naar Amerika. Dat zou ik echt heel graag willen. Kan dat ook met school? Want ja, nou, ze hebben nu iets voor... Oh, volgens mij kan je naar Amerika. Ja, ze hebben nu iets voor havisten en VWO'ers. Wat ze... is dat? Havisten? HAVO. Havisten, ik dacht, wat is dat? Nu op school hebben ze zeg maar dat je naar Amerika kan om daar je laatste jaar af te maken. Oh, dat is wel... Ja, dat is wel heel gaaf, maar daar ben ik niet te laat voor. En ik ga al naar Noorwegen, dus. Ja, voor Noorwegen heeft ze ook zo'n hele website gemaakt met hele uitleg wat ze daar gaat doen. En met de huskiesleten. Ja, met de huskiesleten. En gewoon een hele pagina. En ja, je moet gewoon best wel veel bij elkaar sparen. En daar hebben we al die alle info op. Dus neem even kijken. Ik zal het even erin zetten. Nee, maar er is echt ook heel filmpjes zo heb je gemaakt met wat je er allemaal gaat doen. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, ik heb er heel veel zin in. 6 weken. Wel kou. Ja, ik heb nog wel zilveren moonboots. Die komen toch hier. Maar die past ook niet. Die past mee. Ja, wat ik nog zou willen doen. Nou ja, zoals ik net zei. Ik vind de vakanties in Italië echt super leuk. En warm. Lekker warm. En warm en gewoon. Het is altijd, je weet gewoon dat het altijd leuk is. Maar ik zou ook nog wel iets meer van de wereld willen zien dan alleen Jesle. Venetië. Een dagje naar Venetië. Dus ik denk dat ik dat vooral zeg maar nu, kijk als je met je ouders op vakantie gaat heb je dan natuurlijk niet voor het zeggen van waar je naartoe wilt. En nu heb ik dat wel, dus nu wil ik wel gewoon iets verder. Maar ik zou sowieso iedere zomer nog een beetje naar Italië gaan. Gewoon voor de gezelligheid. Voor leuk. Ja, gewoon voor de gezelligheid met z'n allen en dan gewoon nog daarbuiten wat meer van de wereld zien ofzo. Ja. Welk land zou je nu als eerste kiezen als Noorwegen en zo naar Amerika al geweest is? Oeh, dat is moeilijk. Waar zou je dan heen gaan? Ik denk Thailand. Of Azië, zeg maar. Ja. Een deel van Azië lijkt me heel vet om te zien. Ja. Milan, ik zou natuurlijk naar Bali gaan. Ja. Echt 2 jaar geleden, toen kwam corona. Nog steeds aangesteld. Ja, godsamme. Dus ja, daar wil ik gewoon zo graag heen. Dat lijkt me echt
gewoon zo anders daar. Gewoon niet ver. Ja, niet vergelijk dat er mensen wonen. Ook soms heb je toch al in Italië dat je denkt, hoe kunnen hier mensen wonen? Ja, of soms heb je daar al helemaal. Dat je denkt, oké. Ja, en in Bali heb je dat al helemaal. Van dat je denkt, hoe kan jij hier leven en functioneren? Ja, maar volgens mij is het, zeg maar, Azië ook best wel goedkoop en best wel betaalbaar. Behalve de vliegtickets. Ja, dus. Ja, want wij hadden toen ook gekeken. We hadden wel echt al verblijf en zo opgezocht. En je betaalde daar echt voor een zieke villa met een zwembad, betaalde je €25 voor een nacht. Dat is echt niks. Nou, hier in Nederland heb je daar niet eens, kan je niet eens meer tegen de zelfs erin. €25, bij wijze van spreken. Ja, zo ja. Duur. Is het hier en zo goedkoop is het daar? Ja, precies. Maar ja, dat is ook het fijne aan een soort van Azië. Maar ja, nu met corona ook is het ook een beetje. Nou, je zou daar niet vast willen zitten. Nee. Soort weder zegt ze, ja, je moet daar blijven. Nog even een paar uur wachten. Ja. Oh, deze is ook wel leuk. Wat is echt een droom waar je naartoe wil qua werk? Weet je al wat je een beetje hier nou wil doen? Ja, ik wil denk papa en mam achterna. Zeg maar leraar. Lerares in mijn geval. leraar. Of kinderarts lijkt me ook echt heel vet. Yeah. Maar dan moet ik weer apart bio en natuurlijk. Oh, sowieso iets met kinderen. Ja, dat sowieso. Dat lijkt me heel vet. Yeah. En dan zeg maar wel een beetje goed betaalbaar. Dat lijkt me wel leuk. Maar zou je dan basisschool, middelbare school, zou je echt apart onderwijs? Of nee, ik vind wat mam doet, apart onderwijs, vind ik wel heel fascinerend, ja. Zeg maar. Maar het lijkt me wel heel moeilijk. Heel zwaar. Ja, dus dat denk ik niet. Maar het is wel iedere dag een uitdaging. Ja, maar wel iedere dag wat mee. Dat wel inderdaad. Maar ik denk middelbare school lijkt me ook wel heel leuk. Ja. Maar ik zou dan echt niet weten welk vak eigenlijk. Nee? Nee, ja, welk vak zei je dan? De ene keer denk ik ook doe wel Engels. En de andere keer ik ook doe wel wiskunde. En dan zit ik aan dat vak en denk ik, nee. Ja. Nee, en anders kinderarts, denk ik. Ja, ook mooi. Dat lijkt me ook echt heel leuk. Oh, zoiets met een kind. Ja. Iets met een kind. Iets met een kind. Dat kan. Eén kind. Wat zou jij nog... Nou, niet dat ik het ga doen, maar... Mij lijkt het bijvoorbeeld wedding planner echt heel leuk. Oh, dat lijkt me ook inderdaad. Of bijvoorbeeld... Dat lijkt ook echt iets meer. Ja, of binnenhuisarchitect of zo. Of iets met interieur. Of, dat lijkt me wel echt heel leuk. Maar voor nu... Zeg maar, de dingen die ik nu doe, vind ik gewoon leuk als werk. En ik hoop met violen dat het gewoon lekker groot wordt. Ja. Lekker uitbreiden. Ja, dus ik hoop dat dat het wordt. En stel dat het wordt echt een domper en ik moet echt gaan switchen van iets, dan zou ik denk ik zoiets wel leuk vinden. Als wedding planner of interieurstylist, denk ik. Dat lijkt me ook echt iets voor jou. Ja, toch? Ja. Ja, toch? Gewoon feestjes planner. Ja, gewoon zo. Oké. Deze heeft niet echt een specifieke vraag. Dit is wel leuk. Oké, ik heb wel. Het ziet er wel leuk uit. Ja, toch? Die dingen lagen in oktober al in, hè? Niet, dat is niet normaal. Ja. Ook niet in september al. Nee, in september zelfs ook al. Ja, toch? Thanks. Maar alles met kerst ligt er nu ook al. Vandaag was de intocht. Is Jules geweest? Was de intocht vandaag? Oh, ja. Ken je Milan? Nee. Ja, ik ken Milan. Nee, die kennen wij niet. Vind je dat? Ja, ik vind het wel grappig. Wat zou jij aan mij meegeven voordat ik 21 ben? Even denken hoor. Ja, ik vind het best wel moeilijk. Want ik heb sowieso niet echt spijt van iets wat ik heb gedaan toen ik 16 was of daar. Dus ik zou niet zeggen van dat moet je echt niet doen. Ik heb niet echt erg spijt van gehad. Ja, ik zou jij... Sorry, Sam en Den, maar... Oh, goed. Ik zou jij zeggen... De verhalen die ik nu heb, die het leuk zijn om te vertellen, zijn vaak juist de dingen die niet mochten. Dus bijvoorbeeld... Ja, ik heb dus één keer gehad, ik zeg niet dat je dat moet doen, maar één keer gehad, toen mocht ik van mijn vader niet bij Milan blijven slapen. En toen heb ik hem gewoon geregeerd en ben ik daar gewoon gebleven. En nu zijn er gewoon zulke grappige verhalen terug. Maar toen kreeg ik echt boeien. Hij was even uitgevallen. Maar, ik was toen, jouw vader zat toen ook nog in het complot. Nee, het complot. Kijk, mijn scooter valt natuurlijk best wel op. Ik heb een echt felblauwe scooter. En de middelbare school waar ik zat, daar gaf haar vader toen les. En die scooter, iedereen wist wel van... Nou, iedereen had gewoon een grijs of zo. En iedereen wist wel dat het de blauwe van mij was. Dus het was echt 32 graden buiten. Het was echt zo warm. En toen had ik dus nog 7e, 8 zat ik gym. Maar 5e, 6 zat ik tussenuur. Dus ik had 2 uur tussenuur. Met grote pauze, met kleine pauze. En dan de laatste 2 uur had ik gym. En ik dacht, ja,
sorry, maar al mijn vriendinnen gingen naar het strand. En ik had tot 7e afstand nog gym. Ja. Dus ik dacht, ik ga gewoon vragen of ik met een andere groep mee mag doen. Want dan kan ik ook met die meiden naar het strand. Dus ik had dat gevraagd aan zo'n directeur of zo. En toen zei ik, nee, sorry, kan niet. Nou, toen was ik ook gewoon gepeerd. Toen dacht ik, doei, ik ga gewoon naar het strand. Dus ik zat op het strand. Maar mijn scooter stond er niet. En ik had toevallig aan die man gevraagd van, mag ik met de andere groep meedoen? En hij zag mijn scooter opeens niet staan. En nou, Dennis die wist ook dat ik gewoon 7e, 8e les had. Die zag ook mijn scooter niet staan. Dus die wisten allemaal al, die is hem gewoon gepeerd. Die is gewoon, oh, is gewoon naar het strand. Dus ik zat op het strand. En ik werd al gebeld door mijn vader, volgens mij. Toen had ik al niet opgenomen. Toen werd ik gebeld door jouw vader. Toen zei hij, waar ben jij? En toen zei ik, op het strand. En toen zei hij, bla bla bla, zeg maar die man, die directeur. Die zegt van, ja, en gaat je vader bellen? En bla bla bla. Dus toen belde mijn vader. En zei hij, kom naar huis. Maar ik zei eigenlijk die avond bij Mila blijven slapen. Ik zei, nee, ik heb beloofd dat ik bij Mila ging slapen. Je gaat helemaal niet meer bij Mila slapen. Je komt gewoon naar huis toe. En toen, ja, heb ik dat niet gedaan. Toen ben ik gewoon naar Mila gegaan. Die dag daarna moest ik werken. En toen hadden we de verjaardag van opa Geer daarna. Dus toen kwam ik op de verjaardag met iedereen om me heen. Dus daar kon mijn vader nog niet boos op me worden. Pas toen ik thuis kwam, toen brak het heel uit. Ja, daar ga ik. Die ga ik onthouden, pap. Ja, ik zou gewoon zeggen, je moet niet te gek gaan doen, maar gewoon een beetje gekke dingen doen. Daar heb je wel de leukste verhalen van. Dus ik weet niet, het is van die gekke verhalen, het zijn toch vaak de dingen die dan een beetje rebels waren. En wat zou ik nog meer meegeven? Dat wel. In één keer slaag voor je eindexamen. Ingezakt. Nee, achteraf vond ik het helemaal niet zo erg. Maar nu maak je het verschil nu, zeg maar. Nou ja, nu, kijk, toen had ik wel zoiets van, al mijn vriendinnen zijn geslaagd. Maar uiteindelijk, toen ging ik mijn 4 MAVO opnieuw doen. En dat was achteraf echt mijn leukste schooljaar. Ja, dus uiteindelijk was het helemaal niet zo erg. En daar heb ik nu ook nog allemaal vriendinnen aan over en zo. Dus. Precies. Ja. Wat denk je dat dit is? Ik kan wel deze uit. Ja. Maar deze proef je wel ook. Ja, maar niet heel duidelijk. Oké. Wat was jullie leukste moment toen jullie nog jonger waren? Maar dat vind ik wel echt lastig, want ik weet echt de hel. Ik heb zo slecht geheugen. Ik zou dat echt niet weten. Ik weet niks meer. Nee. Ze weet pas sinds een week dat ik er niet ben. Ik denk gewoon de vakanties. Ja, inderdaad. In het algemeen alle vakanties. Ja, ook. Want vroeger gingen we zeg maar echt. Nou, nu laatst zijn we ook wel weer, de laatste jaren. Mm-hmm. Gaan we echt met elkaar op vakantie. Maar we hadden ook echt een tijd dat Sam, mijn broertje dan, en Isa gewoon van dezelfde leeftijd. En toen gingen we altijd met elkaar op vakantie. Ik heb het zo vaak aangehoord en het wordt nog steeds boven mijn hoofd gehouden gewoon. We gingen altijd met elkaar op vakantie gewoon zeg maar echt plannen. Van ook gewoon met z'n twee met de auto rijden. Mm-hmm. Gewoon echt, niet dat je elkaar ergens tegenkomt, maar we gingen gewoon echt samen. Ja, samen reserveren. Ja, samen plekken naast elkaar, samen met de auto naar Italië rijden. Gewoon alles samen. Maar op een gegeven moment kwamen Isa en Sam op de leeftijd dat ze gewoon altijd ruzie hadden. Gewoon, er ging geen uur voorbij. Dat soort broer en zus gewoon. Ja, oprecht. Dat ze elkaar met rust lieten. Het was echt vreselijk. Nou, ik heb het niet echt meegekregen. Maar als we de verhalen moeten geloven, was het echt vreselijk. Het was, dus toen konden we gewoon, ik denk wel 4 jaar niet met elkaar verrassen. Ja, we zijn echt lang niet met elkaar. Gewoon omdat zij elkaar gewoon niet trokken. En het was gewoon echt 2 weken gewoon ruzie. Dus toen zijn we een paar jaar niet met elkaar op vakantie geweest. Of in ieder geval niet zo lang. Normaal ging het echt 2,5 weken en dan nu misschien een halve week dat we elkaar op Yeslo zagen of zo. Ja, precies. Maar niet meer zo lang. Maar nu, de laatste paar jaren wel weer gewoon op de training. Ja, inderdaad. Maar ja, dit jaar dan weer niet meer. Nee. Dat is wel jammer. Ja, volgend jaar weer. Nou, nu is het niet zo dat we echt met, want jullie gaan natuurlijk gewoon vaak meer naar de vrouw. Ja. Maar het is wel dat we elkaar wel echt zien daar, gewoon met z'n allen op de camping staan. Ja, precies. Ja, ik denk dat dat de leukste herinnering is. Ja, toch? Dat denk ik ook. En gewoon kerst en Sinterklaas vroeger. Dat Sinterklaas. Oh, met die surprises. Ja, dat vond ik ook echt heel leuk. Gewoon, ja, al die grote gezellige familie. Ja. Ik weet nog wel, we hadden een foto in het oude huis, volgens mij. En dan met onze pietenpakjes erin. Bij jou in het huis. Ja, en dan met die pietenpakjes, zeg maar. Oh, dit is op zich wel leuk. Wat doen of hebben jullie gedaan als bijbaantje? Ja, ik werk nu bij de Appie. En als oppasser. Alleen, ik denk dat we bij de Albert Heijn niet heel lang meer gaat duren. Zou jij geen kinderzwemles willen geven? Ja, daar, Kiek en ik hadden het daarover. Ja. Onze andere nicht hadden het daarover. Dus
Maar hoe heet dat? Wel lastig. Ja, ik ga natuurlijk naar Noorwegen. Dus ik moet even wachten. Want ik kan nu niet een nieuw baantje beginnen en dan over 2 maanden weggaan. En op zich bij de Albert Heijn kan je nu wel, zeg maar, makkelijke tijden met inplannen. Ja, toch dat je even voor Noorwegen nog even kan sparen. Ja, precies. En ik probeer gewoon zoveel mogelijk te werken. Maar mijn vrienden zijn ook ontslagen. Echt? Ja, omdat van, niet ja, verlengd ik denk, of zo. Ja, ik denk gewoon omdat het te duur is. Ja. Want ze zijn nu ook weer allemaal 14-jarige, 15-jarige aan het aannemen van ik denk, oké. Maar die mogen toch allemaal ook nog niet achter de kassa? Of daar hebben ze gewoon een vaste contract voor? Nee, we werken allemaal op de vloer, dus zeg maar vakvullen. Oh. Dus, maar ja, kassa, ik heb gevraagd voor kassa, maar die krijg ik nog steeds niet. Nee. Ik weet nog wel dat Janie toen zo'n hele soort van toets moest maken toen ze achter de kassa wilde bij de Albert Heijn. Ja, ik moest ook een toets maken om vakvuller te worden. Echt? Ja. Nou ja. Ja, wat is dat nou? Ja, ik moet je spiegelen. Ja. Je wordt echt allemaal, je wordt ook overhoord in het magazijn voordat je gaat, zeg maar, gaat vullen. Echt? Wat is belangrijk tijdens het vullen? Nou, dan moet je dat allemaal gaan opnoemen. First in, of last in, first out. First in, first out. Ja, dat. Ja, dat inderdaad. Ja, en wat heb je nog meer? Nee, die boswijk heb je net zo lang gedaan als zo. Oh ja. Ik heb dat echt lang gedaan. Ik heb het echt 4 jaar gedaan. Ja, maar jij ging ze ook sorteren toch? Ja, jullie hoefden dat niet eens. Die van ons kwamen gewoon voor de deur en ik was al te lui om gewoon naar buiten te lopen. Nee, dat was echt niet mijn ding. Nee, Sam ook niet. Nee. Sam had het toen doorgepaast aan jou volgens mij, toch? Of andersom? Oh, dat weet ik volgens mij wel. Nee, Sam had hem aan mij. Ja, van misschien wil jij. Nee, ik had hem aan hem doorgepaast. Ja? Ja, zoiets in ieder geval aan elkaar. Maar jullie waren er allebei na een maand klaar. Ja, inderdaad. Dat was echt, volgens mij heb ik dat in november begonnen. En toen heb ik december maand, ga je zo langs die deuren. Hoi! Hoi! Ik werk echt al pas een maand maar heen. En ik ga hier aan stoppen, maar... Zou leuk zijn. En toen ben ik in januari gestopt. Ik heb dat wel echt lang gedaan. Ik ben, met dat begonnen. Volgens mij was ik 14 of zo. Heb je Romana overgenomen? Ja. Ja. Zeg maar, onze oom die had zo'n boswijk. Hier in de buurt. En het is gewoon best wel lastig om een goede buurt te krijgen wat op loopafstand is. Ja, en nog een beetje groot zodat je wel een beetje verdient. En niet dat hij zegt, ja, gaan we geen Ippenburg lopen? Ja, dan kom ik daar maar 14 jaar in Ippenburg met mijn post. Dus toen had ik die van hem overgenomen. En dat heb ik echt nog in het eerst van het mbo heb ik dat nog gedaan. Mm-hmm. Dus toen was ik 18 denk ik. Ja, dat heb ik 4 jaar gedaan. Ik heb een maand bij Bakker Bart gewerkt. Dat deed ik ook nog. Dat vond ik zo vreselijk. Niks naar Bakker Bart, maar ik vond het gewoon niet leuk. Ik had niks met broodjes, ik snapte er niks van, ik vond het kut, ik vond het vies. Moest vroeg opstaan zeker ook. Nou, dat viel wel mee, maar gewoon al die chagrijnige mensen en dan die broodjes. Ja. Ik vond het gewoon niet leuk. Toen heb ik nog in de kinderkledingwinkel gewerkt in Wateringen. Dat vond ik wel leuk. Dat heb ik 1,5 jaar gedaan denk ik. Ja. Toen ging ik zwemles geven. En toen ben ik gestopt. Douglas was je stage. Oh, ja. Dat was je stage. Ja, vreselijk. Nee, ja, dat was mijn stage. In de stad, in de passage. Ja, daar heb ik nog stage gelopen. Daar heb ik nog schoonheidssalon stage gelopen. Dus dat, ja, het was wel een beetje. Het is wel hetzelfde als werk, alleen het was gewoon stage. En niet van betaald, hoor. Nee. En nog in de spa. Ik heb best wel bij veel dingen gewerkt. Met stage erbij. Ja, ik vind het knap hoe je de kansjes hebt volgehouden. Ja, ik vond dat dus echt het chillst. Ik deed lekker mijn oortjes in. Of dan. Ik deed dat heel vaak. En dan bijvoorbeeld na de krantjes wilde ik dan douchen, want je was gewoon bezweet van dat lopen en dat tillen. En yeah. Dus dan deed ik een haarmasker in mijn haar en dan ging ik de post lopen. En dan kwam ik thuis weer douchen. Ik ging weer met een masker in mijn haar. Dat is ook zo typisch. Ik zie het je ook gewoon doen. Ja, gewoon een masker in je haar. Ik doe de masker helemaal straks op knot omhoog helemaal laten intrekken. En dan zag ik je altijd zo met dat karretje zo. Dat karretje. Het was altijd zo dat ik mensen tegenkwam die ik dan kende of zo. Die even niet veel tegenkomen. Ja, die gewoon niet. En toen kwam ik je wel tegenkomen. Ja, je bent wel gewoon de postbode van de wijk. Ja. En ja, ik zei nou ook. Ik weet niet. Ik zou niet de leukste jongens van school willen tegenkomen. Nee, als ik daar met dat karretje zo loop. Met je masker in. Ja, masker maar. Oortjes in. Ja, Johnny's broek aan, Ux aan. Want het was altijd echt ijskoud in de winter. Maar wel betaald. Ja, dat wel. Ja, het was wel echt een chille baan hoor. Ik heb nog 1 zakje, maar deze spreekt wel voor zich. Het gevoel. Ja. Bij deze zie je het gewoon al. Zo lekker. Ja. Ik had deze eigenlijk als eerste moeten pakken. Maar dat meen ik ook weer.
Welke vind je lekker? Ik denk... Caramel sesam vind ik ook heel lekker. Ja, hè? Of het gevoel. Ik vond die het gekst, denk ik. Ja, inderdaad. Stroopwafel. Die vond ik ook gek. Ja. Die smaakt niet echt. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Lijkt wel leuk om vaker te doen. Maar dan volgende keer gaan we echt McDonald's eten. Volgende keer. Maar rond. We gaan letterlijk over een half uur denk ik naar oma toe. Dus. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Dus dat kon echt niet. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Kijk nog eventjes in het linkje naar Isa heel erg verhaal. Heel erg verhaal. Heel erg verhaal. 1 minuut maar, kost niet zo. Maar nee, wel leuk om even daar te kijken.